Ik vind versplintering, eigenlijk vind ik dat goed voor de democratie, een goede ontwikkeling. Dezelfde partijen die in de Tweede Kamer zitten, die zitten ook in de Eerste Kamer. Dus het wordt gewoon nog een keertje overgedaan. De allerbelangrijkste voor de toekomst van de welvaart in Nederland, dat is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs. Hoe gaat het met het onderwijs in Nederland? Nou, hartstikke slecht. Als je het anders wilt doen, je moet echt fundamenteel anders gaan kijken naar het onderwijs. Laten we nou eens alle examens afschaffen. De euro was een slecht idee, dat weet iedereen. We zitten er alleen nog maar in, omdat niemand eruit durft. Volgens mij is er in Nederland ook zoiets als een racisme-industrieel complex. Dat het vraag en aanbod van dingen. Ik denk dat in Nederland de vraag naar racisme misschien nog wel groter is dan het aanbod ervan.